Ik weet nog heel goed dat wij op het filmfestival in Rotterdam zaten. En toen zagen wij voor het eerst een horrorfilm. En toen zijn we de zaal uitgelopen. Ja, dat kan dat ik me nou niet meer voorstellen. Dat zal ik nooit vergeten. En later hebben we daar echt over nagedacht hoe fout dat was. Van ons? Van ons. Om dat te doen. Dus, en toen, ik denk dat toen de vonk is overgesprongen, dat er echt wel wat meer is dan filmhuisfilms. Don't you ever leave. Die underground, dat butgevoel, B-movie, underground en trash, dat is een soort label van doe het zelf en doe het gewoon. Je hebt een idee en doe het gewoon. Ik kan een kort stukje vertellen over wat het festival is. Een soort leuze. Welkom bij het Budfilm Festival. Een podium voor kunst met een rafelrandje. En liefst eigenlijk over het randje. Maar ja, over een rafelrandje dan is er niks meer, dus ja. Als je niet open staat voor nieuwe dingen, of dat nou een horrorfilm is of een film die op een andere manier jou in jouw leefwereld ingrijpt en jou opschudt, als je dat niet toestaat. Als je dat niet toestaat, wordt je wereld steeds kleiner. En dat is eigenlijk waar we, ja. Waar wij voor staan. Ja. Dit draait nou daar op de achtergrond Banana Motherfucker. Dat is echt een prachtig voorbeeld waar alles in zit. Daar zit horror in, daar zitten hele simpele effecten zitten erin. En daar zit een prachtig verhaal in. En ja, dit is echt, dat is echt een perfect voorbeeld van hoe een B-film eruit kan zien. Het gaat over bananen. Echt, het is gewoon verschrikkelijk. Echt. Ja, wat een banaan aan kan richten, dat is echt. Ja, dus gewoon, daar kom je gewoon niet meer te boven. Als je het enthousiasme ziet waarmee die film gemaakt wordt en met het. Want het zijn echt filmmakers allemaal. Hè. Het zijn niet allemaal amateurs, die zitten er ook wel bij. Maar het zijn allemaal professionele filmmakers. Alleen die hebben niet het geld om, en soms ook niet de wil, om dure producties te maken. We hebben een hele schare aan filmmakers, B-filmmakers, die alleen maar dat willen doen. Ooit heeft iemand een filmfestival bedacht en dat is dit geworden. Underground, alternatief. Avantgardistisch. We hangen zelf een beamer op en we hebben zelf het geluid. Een soort doe-het-zelf aanpak. Ik heb hier die verrassing voor mij, die hoort bij de zwarte tas. En ik heb boekjes. En ik heb de awards, de Best Shorts Award, de Performance en de Feature en de Beautiful Acting Award. Dus dat is voor vanavond. Oké. Okay. In de zaal, ja? Sixizer. Nee, die spelen. Hebben we. Ja, die staat hier in het. Aan de rechtse kant. Maar ik ga dan even de dingen halen bij het chassé, even de afstandsbediening. Ik ga gelijk wel op de fiets. Dan ben ik gelijk weer weg. Ik heb een aantal jaren op de kunstacademie gezeten. Ik heb helemaal geen kunstachtergrond. Ik ben organisatie. Ik heb een organisatieafwijking. Je voelt gewoon aan, als je daar binnenkomt, voel je gewoon, ja, dat het een soort, een soort familiegevoel is. Een budfamilie. Ik ben weer op het Budfilmfestival. Lang weg geweest, nu ben ik weer terug. Je voelt dat het leeft. Ja, fantastisch. Ja, voor de film en voor de kunst. From your ceiling. Don't waste your precious time by walking up and down. Life is short, so spend it wisely. Als je naar ons filmfestival kijkt, zijn wij ook bezig met
datgene wat de maker wil vertellen en hoe die het vertelt. Er is een intentie waarmee die maker jou iets wil vertellen. Ze hebben geen geld om een dure acteur in te huren of ze hebben alleen hun oma en die dan, oké, die wil dan wel met de bezemsteel achter iemand aanzitten of zo. En als je dat ziet in de film, dan word je vanzelf gegrepen. Voor ons is vrijheid is gewoon een heel belangrijk begrip. De kunstenaar moet gewoon vrij zijn om zijn werk te tonen zoals hij dat wil tonen. Dat is voor ons gewoon essentieel. Don't ever leave. Dit gedachtegoed moet overgedragen worden op een jongere generatie. Iemand moet dat... Moet dat ook voelen. Moet dat die ook moet voelen ook, en ook... die moet de kans krijgen om dat voor te zetten. Maar dat is ons toekomstbeeld. Als we dat zouden kunnen bereiken, dat zou echt perfect zijn.